Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 55 hier in Groot-Brittannië. Staan aan de lijn in het klassement na weer een uitstekende grote prijs in Canada. Heb je die vorige race dus gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dan kan rechtsboven het i'tje, klik erop. En zij die video bescheiden, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneren, vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Ook in 2023 gaan wij gewoon door met wekelijks uploaden, dus dat komt gewoon goed. Nice. Hebben een aantal updates klaarstaan en dat moet ervoor zorgen dat de auto weer wat beter wordt. Dat had u echt niet verwacht. Hebben tot nu toe 4 overwinningen achter elkaar behaald. Goed gedaan. Hopelijk dat dat ook weer kan worden voortgetrokken in Engeland. Verenigd Koninkrijk. Goed verhaal. En Schumacher viel helaas in de vorige race uit. Reed wel in de punten. En hebben we hier een dilemma met de betrouwbaarheid afdeling. Dat is gewoon goed. Spoelen de tijd gewoon mooi even door. You're not currently in a rivalry. Sooner or later you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Think carefully who you select. That's why you'll receive a claim for beating them, you'll lose a claim if you fail to do so. Ja, dat lijkt mij wel logisch eigenlijk. Als je ze verslaat, ja, dan win je het. En als je verliest, ja, dan verlies je het. Heel eenvoudig. Een update weer binnengekomen van de betrouwbaarheid. De Pirelli Hot Lap doen wij gewoon niet. Hebben ook heel veel research punten over, zie ik. En heel veel inkomen, dus die kunnen we gaan spenderen aan de faciliteiten. Dus even te kijken welke het handigste is. Eentje van de betrouwbaarheid is erbij gekomen. Helaas van 3 onderdelen helaas de updates verloren. We hebben er weer eentje gekocht van de betrouwbaarheid. En hopelijk zien we nu een stijgende lijn. En ja, dan is het gewoon tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 55 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Engeland. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. We komen aan bij start-finish en dan gaan wij een ronde laten noteren. Eerste bocht moeten we helaas wat liften daar. Jammer. En pakken daar helaas een track limits waarschuwing hier. Te veel op de curbstone. En dan verpest ik daar gewoon de laatste bocht. En dat is een derde tijd met een 1.29.272. Het paars in sector 3. Inmiddels een P4, omdat Gasly snel is en Russell rijdt daar ons een klein beetje in de weg. Jammer dat hij dat daar deed. Maar goed, kunnen deze ronde gewoon afmaken. Dan hier weer bij de laatste bocht. En dat is een verbetering. Een P4 met een 1.28.896. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij Q2. Als ik dat goed zeg. En kijken of wij door kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. Michael Schumacher is ook door volgens mij. Jazeker, die rijdt achter ons. Of is het nog Q1? Dit is volgens mij nog Q1, excuses. Dit is nog Q1. De vlag hangt uit. En we gaan ons weer verbeteren. En dat is de derde tijd met een 1.28.442. We stappen het snelste. En dan zijn we nu aanbeland bij Q2. We gaan het op 1 run houden.
en laten heel veel mensen voorbij. En dan wordt het zometeen kijken of wij door kunnen komen naar het laatste kwalificatiedeel. Oh, moesten daar even opletten, omdat daar nog een haas even in de weg reed. Of wij reden trouwens de haas in de weg. Alles gelukkig mooi clean verlopen. Geen schade gereden, geen gridstraffen daardoor gekregen. Helaas een momentje overstuur op de exit. Verpest helaas de ronde, denk ik. En nu is het alleen maar concentratie hoog houden. Geen fouten maken. De vlag hangt uit in Q2. Ziet er daar een klein beetje door. En nu is het vol gas naar start-finish. En dat is de 10e positie. Zijn maar net door naar Q3. Hebben het goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij Q3. En kijken of wij ons goed kunnen kwalificeren. Houden het ook bij 1 run. En nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok. En moeten dan in de race het zien te gaan proberen om weer te winnen. De vlag hangt uit in Q3. Pakken daar een track limit waarschuwing. Laatste bocht zometeen. Hier helaas weer wat afsnijden. En dat is de 4e tijd. Goed gedaan, P4. Kunnen daar heel veel mee in de race. Charles Leclerc start op pole position. Sainz op P2, Verstappen 3 en wij dus naar P4. Goed gedaan. Hopen op een hele goede start en dan kunnen we wellicht de race gaan winnen. Let op, er is regen voorspeld in de race. Dus dat kan de boel in één keer gaan opschudden, maar eerst de start zien te overleven. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 55 van F1 22 My Team Career Mode. En laten we kijken wat het gaat worden. We return once again then to the home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. Straddling the border of Northamptonshire and Buckinghamshire, the 18 corners of Silverstone circuit form the 3.6 mile beating heart of Formula One. It's been reinvented over the years with Turn 1 now the fast right-hander of Abbey, but the magic of racing is as strong here as it's ever been. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And the smooth operator, Carlos Sainz, completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, the Professor, Pierre Gasly, and Norris, Perez, Russell, Tsunoda, and Fernando Alonso, Joe, Mick Schumacher, Esteban Ocon, and Michael Schumacher, Latifi, Teo Pourchaire, Daniel Tictum, and Alex Albon, Oscar Piastri, Magnussen, Stroll, and Robert Schwartzman. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen, weer in de punten eindigen. Aan het einde van de race kan er regen komen. Strategie is medium, hard. In één stopper neem maar extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Wij vertrekken dus vanaf een 4e positie. En moeten een goede start hebben, anders zijn de beide Ferraris en Verstappen gezien.
Want ja, deze baan is natuurlijk snel. En dan komen we aan bij het einde van de formatieronde. Achterbanden nog even goed opwarmen. Komen prima in de gridslots terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 55 van F1 22. My Team Caremo startte op een P4 in de grote prijs van Engeland op Silverstone. De lampen gaan aan voor de race. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Komen goed weg. Beetje wielspin al te pakken, maar het is geen probleem. Sainz is heel slecht weg. En vallen de Spanjaard, wouden de Spanjaard daar trouwens even aanvallen aan de binnenkant. Lukte helaas niet. Norris naar P5. En daar vallen we Sainz aan en Verstappen. En maken een hele mooie divebomb naar die twee coureurs toe. Gele vlag in sector 1. Nu weer groen. We kunnen weer door met racen. En Charles Leclerc leidt de wedstrijd. Het gat is ongeveer 5/10. Een halve seconde ongeveer. Verstappen volgt op P3. Sainz 4 en Norris 5. In ronde nummer 2 zitten wij hier bij Cops Corner. We zetten hem aan de binnenkant en naast. En dat lukt. Jazeker, een hele mooie inhaalactie op Charles Leclerc. Die wist ook dat wij er zaten. Liet ruimte en wij onderstuurden niet wijd zoals Lewis Hamilton dat deed in 2021. En zo kan het dus wel. Maar goed, dan zit Charles Leclerc hier nu weer goed voor een aanval. Wij blokkeren hem. Hij kan er niet langs. En nog steeds P1 in handen. Leclerc hier aan de buitenkant kan er ook niet langs. En dan gaan we zo meteen in de derde ronde alweer kijken wat Leclerc dan kan gaan doen. En wij noteren de snelste raceronde met een 1.31.6. Leclerc aan de buitenkant, daar is nauwelijks ruimte. En wij duwden hem daar op het gras. Verstappen zit aan de binnenkant bij Leclerc te kijken. Gaan die verdedigen. Leclerc kan er niet langs in de derde ronde van de race. Heeft nu DRS. En wij gooien de overtakeloop aan. Gaan gelijk van lijn veranderen. Leclerc zit aan de buitenkant te kijken. Maar schiet eraf. Leclerc schiet eraf. In de derde ronde. Ik denk een blokkerend voorwiel. Herhaling wat er zo net is gebeurd. Alleen dan aan boord bij Leclerc. Ja, een blokkerend linker voorwiel zorgt ervoor dat Leclerc tot P5 is teruggekomen. Ronde nummer 4 is het. Daar zit Verstappen misschien te kijken, maar kan er net niet voorbij. Norris op P3. Sainz 4, Leclerc dus op de vijfde positie. Wij dus nog steeds aan de leiding in een grote prijs met nog 22 rondes te gaan. En hier kan Verstappen helemaal niks. Zit gewoon te ver weg. En iemand is al naar binnen gedoken. En dan zitten we in de 12e ronde van de race. Als wij naar binnen gaan voor de laatste pitstop. De geplande laatste pitstop van de dag. Gaan naar de harde band. Verstappen gaat een ronde langer door. Hetzelfde geldt voor Sainz. En Perez volgens mij. Yes, Perez ook een ronde langer door. Tsunoda ook door. Ocon gaat ook een ronde langer door. Schumacher ook. 2.3 is de pitstop. Een goede pitstop. En komen gewoon mooi voor Norris weer de baan op. Een hele lange pitstraat is dit. Ongeveer 40 seconden ben je hier kwijt. Terwijl we de auto daar even moesten corrigeren. En we zijn teruggewezen tot de 12e positie. Het is ook wat bewolkter geworden. En we zitten op de helft van de grote prijs. Nog 13 rondes te gaan. En moeten nu ervoor zorgen dat wij voor Perez en Leclerc weer de baan, sorry, en Sainz weer de baan opkomen. Want Leclerc rijdt achter ons. Maar tot nu toe een prima grote prijs. Norris zit te kijken. Dat gat is 1/14 ongeveer. Kan hier niks bij Cops Corner.
En dan zitten we in de 14e ronde van de race als Sergio Perez is uitgevallen in de grote prijs. 0 punten voor de Mexicaan en dit is pijnlijk want hij wou een pitstop gaan maken. En daardoor rijden wij weer terug aan de leiding in de 14e ronde van de race. Nog 12 rondes te gaan. Norris kan hier en mag hier niet inhalen onder geel. Nu weer wel. En zit er dicht op. Norris aan de buitenkant. Kan er niet langs. Wordt daar gewoon geblokkeerd door ons. En dan zitten we alweer in de 15e ronde van de race. Nog 11 rondes te gaan. Nog steeds Norris achter ons. Leclerc ook achter ons. Gasly 4 en Verstappen op P5. Maar wij houden wel de Brit op. Norris. En daardoor kan Leclerc naar ons toe rijden. En dan zitten we in ronde nummer 17 als het begint te regenen. En wij duiken naar binnen voor de pitstop. Maar ik denk dat het te laat is omdat Leclerc al naar binnen is gedoken. De pitstraat is hier ontzettend lang. 30 seconden duurt het ongeveer. En ik denk dat wij achter dat groepje jongens terechtkomen. Oftewel achter Leclerc, achter Norris, achter Verstappen. En misschien zelfs tot achter Russell. Dit moet een snelle pitstop zijn. 2,4 kon veel sneller. En dan is deze pitstraat heel erg lang. En maak hier een blunder door langer door te rijden dan gepland. Want iedereen door kan naar binnen. Ik denk ik kan nog een ronde langer door. En toen begon het juist echt te regenen. Toen was de baan zijknat. En wij hebben hier kostbare posities verloren. Komen terug tot achter Pierre Gasly. Geen podiumplek voor ons. Geen overwinning voor ons helaas. Door een blunder van mij. Een strategische fout aan mijn kant. En dat betekent dat onze winstreeks er vandoor lijkt te gaan. We moeten nu naar Gasly toe zien te rijden. Maar dat gaat lastig in de regen. Nou moet ik ook zeggen dat de controllers van mijn de batterij van mijn controllers, ik zeg het goed, die begaven het. Dus ik had ook helemaal geen gevoel meer in tractiecontrole, in remmen. Dus het was hartstikke lastig om dit te doen in de regen. Daardoor kan Sainz naar mij toe rijden. En nog 8 rondes te gaan. En zo gaat Charles Leclerc een wedstrijd winnen. Na 4 races komt er een eind aan onze dominantie. En moeten wij helaas toestaan dat een andere rijder de grote prijs gaat winnen. Sainz zit te kijken. Kan er niet langs. En dan is daar het zwart-wit geblokte. Leclerc wint de grote prijs van Engeland. Het is Verstappen op P2. Norris op P3. Russell 4. Gasly 5. En wij gaan dus als 6e eindigen. Hadden hierop veel meer gehoopt. We trokken vanaf P4. Namen de leiding over na een uitvalbeurt van Leclerc. Maar een strategische blunder zorgt er helaas voor dat wij buiten het podium vallen. De 6e plaats is waar wij staan hier in deze grote prijs. Jammer. Maar kop omhoog houden en door naar de volgende wedstrijd. Well, what a drive that was to take the win for Ferrari today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there.
Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc wint de grote prijs van Engeland. Pakt ook de snelste race onder punt Verstappen naar P2. Norris voor het thuispubliek naar het podium. Wij dus helaas van P4 naar P6. Het kon zo mooi zijn, maar goed, helaas pindakaas. Schumacher pakt punten, goed gedaan. Dubbele punten voor ons team. En één uitvaller, volgens mij Perez, pakken nog gewoon de leiding. Staan stevig in het coureursklassement en 28 punten verschil naar Red Bull in het constructeurskampioenschap. Dus ja, deze race is gewoon meer damage control. Maar goed, het had zo mooi kunnen zijn. Niks aan te doen, op naar de volgende zou ik dan altijd zeggen. En dan hier het teamacclaim, level 25 het team, level 19 mezelf, level 18 Schumacher. Doen het gewoon goed. En van alle sponsoren inkomen gekregen. En wij hebben geen schade gereden, Schumacher heeft ook geen schade gereden. 100.000 erbij, in totaal $23,62 miljoen op de bank. Doen we goed, kunnen we gaan spenderen aan het contract van Schumacher. En de faciliteiten om de auto nog beter te maken. Maar goed, dat verhaal kennen jullie denk ik allemaal al wel. Ja, maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team Creator Content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video op mijn kanaal. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. En reageren wat er verbeterd kan worden op mijn video's. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was het channel mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.